Aliens, verzamel! Vandaag ga ik naar de Despicable Me 4 film kijken. En niet op zomaar een plaats. Ik ben hier niet bij mijn thuis, dat ziet je. Ik zit op hotel. Want, kijk eens wat er achter mij staat. De O2 Arena! Hier ga ik direct naar de film, naar Despicable Me 4 kijken in 4DX. Ik ben al een beetje op verkenning gegaan. We hebben een coole arcade in de O2 Arena. We hebben heel veel klerenwinkels, heel veel eetwinkels en natuurlijk de vette bioscoop waar het allemaal om draait vandaag. Ik moest daar al zijn. We gaan nu vertrekken, want ik moet naar een DJ-feestje. Er gaan minions zijn. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Ik heb me ook gekleed als een minion. Ik zal een keer tonen. Joep, 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 joep. Geel, blauw. Zo doen minions toch, denk ik. Om dat te vertrekken wil ik heel snel nog even... Hoppakee, oh ja. De kamer tonen, want die is echt... What? Insane. Ik ga jullie binnenkort, of op het einde, of in... Na de film, tonen jullie meer van het hotel. Maar voor nu, check dit. Je komt binnen bij de grote deur. Dan hebben we aan onze rechterkant een hele mooie... Badkamer. Mijn haren zijn ook nat. Oh, hier ben ik. Mijn haren zijn ook nat. Ik ben net gaan zwemmen in het zwembad van het hotel. Dit is geen zwembad, dit is een douche. Maar, als je kleertjes wilt wassen, geen probleem. We hebben een wasmachine. Als je even wilt zitten aan de tafel, geen probleem. We hebben een tafel en een bed. Hey Maya, kom je mee naar de film? Yes! En dan hebben we hier een zetel. Een zetel in, hotel in Londen, met een zwembad. Wat lief? En nu denk je, dit is het. Nee hoor, ook nog een televisie en een volledige keuken. Een keuken op mijn hotelkamer in Londen. Dit is gewoon een studio, hè. Hier kan ik wonen. Maya, gaan we hier komen wonen? In Londen. Ja, even een jaartje in Londen. Wacht, dan is het zo. Good morning everybody, welcome to the new Mr. Krill video. Today we're opening some Pokémon parks. Maya, doe je chaussuren aan. We moeten gaan. In de zetel. Maya, doe je schoenen aan. Je zit op mij aan het wachten, of wat? Aan de uitgang van ons hotel is gewoon de O2 Arena. Je zag hem ook net. We gaan hier nu naar binnen. Voorbij de inkomhalletjes. En dan gaan we naar de bioscoop. Hallo. Ja. En dat is waar wij net waren, daarboven. Daar slapen wij vandaag. En dit wist ik dus niet. Hier is gewoon een volledig shoppingcenter in de O2. Ik dacht dat dat gewoon een arena was. Waar je lekker kon gaan dansen als er artiesten kwamen. Maar ik was fout. Zeldzaam, maar het is gebeurd. Gaan we straks een snackje hier pakken onderweg naar huis? Ja, wat wil je graag? Ja, hangt eigenlijk vanaf. Want als we nu een snackje krijgen tijdens die film, dan ga ik misschien al veel zout of zoet gegeten hebben. Dus dan misschien een chocomelkje of zo, of gewoon een drankje. We zullen straks zien, want ik weet niet hoe lang het gaat duren. De Minion film zal wel... Ja, het is 4DX, dus geen pauze. Zo cool. Maar première zit er nooit pauzes. Ah ja, dat is juist, ja. Ik ga ook proberen om zoveel mogelijk te filmen, maar natuurlijk kan ik de film niet tonen. Daarvoor moeten jullie even zelf naar de zalen gaan. Bij ons heet die ook trouwens, als je met Nederlands kijkt, verschrikkelijke ikke 4. Hier is het Despicable Me 4. Maar ik denk dat iedereen ook wel Despicable Me 4 kent. Allee, niet per se 4. Je weet wat ik bedoel. Hier is de arcade waar ik het over had. En alle eettentjes. Hier hebben we... Nee. Ietsje verder hebben we daar straks gegeten. Het is nog een stukje wandelen. Hier in de arena speelt dus een artiest vandaag. Geen flauw benul wie. Het is precies iemand die meer voor de oudere mensen populair is. Wij gaan naar een beter evenement. De Minions. We zitten op een stoeltje en kijken naar lachende gele mannen. Yes, met plezier. Oh, zie je een chocolade? Ah, wow. Kijk, chocolade. Die had een t-shirt aan van de Killers. Zouden de Killers hier vandaag spelen? Ja, nog een t-shirt. Ja, we weten het. Wow. Die band kent je hoor, de Killers kent je maar, ja. Ah, hier is de bioscoop. Despicable... Ah, het is net verdwenen. Het stond hier op het grote scherm, Despicable Me 4. Waarschijnlijk is hier achter mij nu alle influencers. Wow. Maar wij zijn de Belgische influencers. Ik vertegenwoordig België wel vandaag. Daar heb je hem, in de cinema 12 juli. Volgens mij in België is dat iets anders. Despicable Me 4. Oh, ik heb er zin in. Ik zie wel al iets, Maya. Zijn we juist? Ik hoop het, daar is security. Eens kijken of wij hier... Wat zeg je? Hier rechts. Ah ja, daar ja. Hier heb je hem al staan, de Despicable Me 4 Wristband Collection. Hallo. Hier mogen we nu naar binnen gaan. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Het is hier zo fancy. Kijk de vloer, Maya. Wow, en de minions worden big.
Oké. Ik heb een beetje stress, Maya. Jij? Ja, omdat uw management, als die er is, Suab of zo, of Marie of zo, dan herkent die gezichten. Je kunt er altijd iets tegen zeggen. Maar, ja, maar hier... Weet je wat ik hier wel heb? Ik kan hier zo... Yes. No. Also, that is not gonna be allowed. Ik mag mijn camera niet meer naar binnen nemen. Dus nu gaan ze een beetje discussiëren om te zien wat ik moet doen. Because there's like no difference. Opponent can film too, so yeah, I just don't film in the cinema. Alright? Yeah, as long as you're fine here inside the film. Okay, perfect. Yeah. Thank you. Have a good time. Thank you. Okay. Ik mag mijn camera meepakken, ik mag hem gewoon niet gebruiken als we eenmaal binnen zijn. Ik is aan, dus Big Bummy 4. Hier gaan we een fotootje nemen. En dan gaan we lekker drankjes pakken en zo. Hier kunnen we nu een grote snack pakken. Baskin Robbins. Ik ken het niet. Hier zijn gewoon mensen hotdogs aan het eten en zo. Al het eten is er gewoon geïncludeerd. Ik hoop dat jullie mij goed horen. Ik heb speciaal een microfoontje aangedaan. Maar het is hier heel druk. Ah, hier halen ze al die limonades vandaan, Maya. We zijn niet hier. Nee, kijk. Ziet u daar? Van boven. Het zijn allemaal limonades. Ja, all drinks and food are complimentary, zei hij. Dus ik denk dat betekent, pak maar af. Ik heb sowieso zin in plat water. Maar ook sowieso in zo'n iced drankje. Wat, ik weet niet wat het is. Het ziet er heel mooi uit. En een beetje popcorn. Ja. Ik heb oprecht echt keuzestress, omdat ik niet weet wat ik moet pakken. Hi there. What's on the menu? You can get any of these soft drinks. You can get popcorn, you can get spicy, and you can get M&M's. I would like some fruit bursts. Fruit burst is the only flavor we don't have. It's just raspberry and cherry, sorry. Which one is the best of the two? Most people get them mixed together. That's what they like to do. Let's mix them together. Together, all right. And that's two times, yeah. And I would like some popcorn with that. What a service. Kijk, deze smaakjes mocht je allemaal pakken. Maar natuurlijk ga ik voor een speciaal drankje, als we toch kunnen. Popcorn. Thank you. Is hem even goed als thuis? Karamel. Oh, wauw. Zoute karamel. Oké, nu gaan we een foto nemen bij de Minion. Hier? Naar mij, je moet doen alsof ik dood ben. Drankjestest, hij is mierzoet. Maar ik heb er wel van verwacht. Het ziet er in ieder geval wel echt heel leuk uit. We gaan de zaal in. Nu moet ik mijn camera wel wegleggen, jammer genoeg. Maar ik hou jullie op de hoogte na de film. Laat ik jullie alles weten. We mogen nu een plaats kiezen en ik zie dat we ook een goodie bag krijgen. Is het gewoon random sitjes? Of is het met naam? Nee, het is sowieso... Ja, oké. Okay. Sowieso zonder naamkaartje. Moet je niet vragen of die vrij zijn? We hebben een goodie bag gekregen. Dus kijk wat erin zit. Maya, wilt je me eens helpen? Ik heb maar één hand. Wat zit er in de goodie bag? We hebben... Oh, nice. Water. Snoepjes van... Van de Minions en Minions nog meer snoepjes. Oh, dat is leuk. En de tas is eigenlijk het leukste, hè? Kijk de tas. Hoe clean. De film gaat beginnen, dus... Oh, man. Maya... Mijn beker ligt op de grond. Dat is niet erg. Dat fixen ze wel. De film gaat beginnen. Dus ik kan jullie direct zeggen hoe het is geweest. Amai. Het was echt zoals een achtbaan of zo. Een attractie. Ik ben helemaal door elkaar geschud tijdens de vechtscènes. Maar het was wel, ik vond het echt... Het zat emotioneel en zo qua verhaal zat het goed in elkaar. Ja. Ik vond het leuk. Voor ouders zou het inderdaad leuk zijn. Ja, daar zitten ook zo van die inside jokes, had ik gemerkt. Het is wel fijn als je... Zeker als je van rollercoasters houdt, zou ik zeker naar de 4DX-versie gaan kijken. Als je liever op je gemak kijkt, zou ik naar de gewone versie gaan kijken. Weet je wat ik ook leuk vond? Of nee, weet je wat ik hier ook anders vond? Weet je wat ik hier heel anders vond? Normaal moeten we opruimen.
En dan nemen we onze blikjes mee en onze bekertjes en onze doosjes en zo van het eten. Ja. En hier laten ze dat gewoon liggen en that's it. Je moet gewoon doorgaan. Dat is zo raar. Ja, er stonden letterlijk nergens vuilbakken. Dus wij wouden het al opruimen, maar ja, niemand deed dat, dus dan hebben we het ook maar laten liggen. Cultuur. Ja. En ook wat zo gek was in het begin van de film, mocht je gewoon al het eten zo gratis pakken. Bij ons, bij de premières, bij ons is dat altijd zo'n popcorn tafel. Popcorn en drinken. Ja, dat is zo popcorn en drinken of een andere snack. Maar dat is zo'n tafeltje wat je op voorhand moet nemen. Nu was het slush, frisdrank, alle soorten die je wilt. IJs, alcohol, wijn met winegums en zo. En van die dingen. Winegums? Ja. Ah, wat is dat? Dat zijn toch die dingetjes die je daarin doet. Ah, dat wist ik niet. Maar nu even de film, dat is belangrijker. Ja. Ik vond het echt... Ik vind dat je het zelf een beetje moet gaan kijken om het te beleven, want... Ja, net zoals... Er zijn er al vier, dus de vierde kan niet slecht zijn. Ze maken er niet voor niks vier. Ziezo, we zijn terug in de gang naar ons hotel. Oké, hier zou nu 3, 2, 1 de Skybar moeten zijn. Eens kijken. Hi there. Is it still open, yeah? Yes, of course, please. Kijk, nu zijn we op de Sky Lounge en het is echt wel hoog. Ik heb nog wat roomservice besteld, maar Maya en ik gaan stilkens aan in bed kruipen. Die roomservice zal vanzelf wel verschijnen en dan ga ik slapen met Maya. Hey kind, de roomservice moest ik toch nog even tonen. Nu ga ik echt gewoon genieten en slapen.